0-0 Joey in Amersbergen. Vooraf zeg je misschien, nou, een gelijkspelletje daar op de Krom zou niet slecht zijn. Maar nu die wedstrijd hebben gespeeld, wat zeg je dan nu? Uiteindelijk alsnog wel een terechte uitslag, denk ik. Ik denk dat we vooral de tweede helft allebei redelijk wat kansen hebben gehad, denk ik. Hun zijn gevaarlijk geweest voor de goal. Wij hebben een aantal momenten gehad dat we gevaarlijk waren voor de goal. Maar ik denk dat het uiteindelijk wel een terechte uitslag was. Het grootste gedeelte van jullie supporters was er niet bij. Wat vind jij daarvan? Ja, is jammer. Het liefst heb je natuurlijk gewoon dat het helemaal vol staat. Dat je, ik vond het uiteindelijk nog wel leuk dat er wel een aantal supporters waren. En, ja, het is jammer dat ze er niet allemaal zijn geweest. Maar dat is een keuze die gemaakt wordt. En, ja, aan de ene kant snap ik het, aan de andere kant snap ik het niet. Maar ja, voor de rest ben ik blij dat we hier gewoon in ieder geval niet verloren hebben. Er zat misschien zelfs meer in. Maar ja, ik heb wel zin in dinsdag weer. Wat is de dinsdag dan? Ja, weer... ik heb categorisatie dinsdag dus. Ja, dat is weer een mooi potje, denk ik. En als het goed is, staat het helemaal vol dan. Hey, hoe was het vandaag om hier op de Krom, onder de toezicht van je vrienden die de tegenpartij aanmoedigen? Hoe was dat voor je? Ja, superleuk. Ik denk... Wat zeg je nu je niet verloren hebt? Nee, anders had ik het ook wel leuk gevonden hoor. Ik vind het leuk om hier te zijn. Ik heb hier heel lang gevoetbald in de jeugd. Een hele hoop vrienden hier lopen. En nee, ik vind het alleen maar leuk om dan deze wedstrijd te spelen. Dus, en uiteindelijk gelukkig niet verloren ook. Dus dat scheelt ook weer. Zit je met die gasten nog in de groepsapp? Ja. Ja, we gaan zo wel even kijken. Maar ik ga even kijken of ze daar zijn. Dus misschien een klein biertje drinken als het al geschonken wordt. Nou, proost dan hè. Dankjewel.